Het is september en verspreid over deze maand gaan alle sportcompetities van start. Maar nu al blijkt dat ieder weekend vele honderden wedstrijden op top, recreatief en jeugdniveau worden afgelast vanwege de coronabesmettingen. En dat gebeurt ook in deze regio aan de lopende band. Bijvoorbeeld bij voetbalvereniging Hazerswoudse Boys uit Hazerswoudendorp. Komend weekend, dus aanstaande zaterdag, zijn er 7 wedstrijden uit de competitie genomen. En dat is relatief veel voor een dorpsclub met zo'n 450 voetballende leden. Het is een teamsport. De jongens, maar dat geldt ook voor de meiden, die voetballen. Dat zijn niet alleen voetballers, maar dat zijn ook vrienden en vriendinnen. Dus die treffen elkaar ook buiten het voetbal en tijdens het voetbal. Dus dan krijg je weer die clustervorming. Dan vergeet men wel eens 1,5 meter en dan is het raak in dit geval. Op dit moment telt Hazerswoudse Boys 9 positief geteste spelers en 10 spelers zijn in afwachting van hun coronatest. Sportverenigingen in Nederland zijn zelf verantwoordelijk om beleid te maken op hoe om te gaan met coronagevallen. Wij hebben gewoon gezegd van zo gauw er in een team 1 of meerdere spelers, speelsters, positief getest zijn of verdacht zijn, lees nog geen uitslag hebben, dan wordt er niet meer getraind en gespeeld. Maar dus wel met als consequentie dat het ieder weekend maar de vraag is of je wedstrijd door kan gaan. André de Jeu is in Alphen aan de Rijn met name bekend als politiek leider van Nieuw Elan, maar in het dagelijks leven is hij als directeur van Vereniging Sport en Gemeenten er mede verantwoordelijk voor om sportverenigingen de juiste handvatten te geven over hoe hiermee om te gaan. Nou, het zou wel goed zijn als we 1 richtlijn in Nederland hebben. Als je die meldingen hebt, gewoon even een weekendje niet trainen, even geen wedstrijden spelen. Hartstikke vervelend, maar gaan we geen risico's meer nemen. Omdat je dan binnen een dag of 10 weet je gewoon waar je aan toe bent. En dan kan je daarna weer met z'n allen lekker sporten. Wat verwacht jij van dit seizoen? Een chaos. En daarmee bedoel ik te zeggen dat we, kijk naar de landelijke cijfertjes, die stijgen wekelijks, dagelijks. En dat betekent in feite dat ik denk dat het probleem alleen nog maar groter wordt. En daarmee bedoel ik dat er steeds meer wedstrijden uit de competitie genomen worden. Ja, en die moeten toch een keer weer ingehaald worden. Dus ik kan me vanuit zo'n bond dat voorstellen of niet strenger zijn dan nodig. Maar de voorzichtigheid en de verantwoordelijkheid overigens van het bestuur en ook trouwens van medespelers of een coach, ja, die speelt ook mee. Dus ik zou met respect voor de lokale situatie van de clubs daar niet al te streng in zijn. Maar ik weet dat ze er heel streng bij kijken bij de KNVB.